We zitten op de militaire basis. Dit hele gedeelte wat je ziet is officieel militaire basis. Je mag er komen. We hebben daarbij die parkeerplaats. Waar nou die mensen lopen aan de linkerkant. Daar moet je een parkeerplaats hebben, daar dus. Hebben we het busje neergezet. En we komen opeens een berkenboom tegen. En dan kun je van die dingetjes kun je eraf halen. En dan kun je vuur mee maken. Zo ziet hij eruit. Ik laat jullie heel eventjes de omgeving zien. Daar heb je een hoog punt. Dat is een soort van grafheuvel, dacht ik. Waar nou die man op staat met die hond. Als die schuip wil stellen. Waarom doet mijn camera nou niet? Oh, heel erg vreemd, maar goed. Ah, wow. Kijk, zo ziet het er hier uit. Het is wel een ontzettende laagstaande zon. Het lijkt wel of mijn arm 2 centimeter groot is, jongen. Wat is dit? Daar waar die zon staat. Zo, daar heb je de wildobservatiepost de Sijsselt. Daar. Dat is een uitkijkhut. En daar heb je ook in het bos dan, aan de bosrand zeg maar, heb je een soort van 2 grote cirkels. Waar de Chinooks, als ze noodgevallen zijn, moeten ze daar landen. En boven dit hele gebied zeg maar vliegen, ja nu niet, het is nou zondag, als jullie me kunnen horen, vanwege de wind. Maar in ieder geval, ik dacht 2 keer in de week of zoiets vliegen die Chinooks en die slicen dan zo. En wij zijn nou op zoek naar de loopgraven, ik hoop dat we het kunnen vinden, want je ziet het. Daar waar de basis is, daar dus, daar gaat de zon al bijna onder. Wat is dat? Oh, niks. En oh jongens, wat heb ik vandaag? Oh, ik ben gewoon uit huis gevlucht, zeg maar. Om niet mijn laptop aan te willen zetten, zeg maar. Dat is gewoon een soort van ontgroening van mezelf. En het is me gelukt, ik ben hier. Dus daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Ontgroening. Militaire basis. Tony Pino hier. Beter kan niet. Daar heb je een grafheuvel. En daar heb ik een keer een Chinook op zien landen. Ik zal er wel een keer naartoe gaan. Jullie de sporen nog laten zien van de wieletjes die daar in het zand staan, zeg maar, bovenop de berg in de klei. En dan hoorde ik een geluid daar vandaan komen, alleen ik zie helemaal niemand. Dus het kan zijn dat er een militairtje zit. Of dat ik niet goed kijk. Er moet iets zitten. Eén moment hoor. Wacht. Nee. Er kwam heel duidelijk een geluid richting die boom vandaan. Een soort van oerkreet. Het is een hond. Er loopt gewoon een hond. Zie je nou wel? Ja, mijn oortjes zijn wel goed. En als je daar kijkt, daar heb je Arnhem. Dan moet je ergens de Tennet Tower hebben. En daar heb je de 30 verlaten gebouwen. Dus toets maar even in, gewoon op YouTube. 30 verlaten gebouwen. Of gewoon Tony Pino, 30 verlaten gebouwen. Dan kun je zien dat ik daar, daar zeg maar. Bij de Tennet Tower in Arnhem. Al die gebouwen film. Ah, daar heb je hem, of niet? Ja, dat is hem, de tower. Die staat in Arnhem. En zeg maar luchtlijnig vanaf die toren, zeg maar een... Ja, wat zou ik zeggen? Een 80 meter, zeg maar. Daar heb je 30 verlaten gebouwen staan. De route aan Flem, maar dat is een ander verhaal. Even kijken hoor. Je hebt toch ook een gevangenis, heb je daar trouwens ook. Heel dicht in de buurt. Met van die meters hoge muren, daar ben ik laatste keer achter geweest. En dan heb je echt van dat hoogspannings schrikdraad, zeg maar. Voor als de gevangenen over de muur zouden klimmen, dat ze een soort van schok krijgen. En dan we het toch over hoogspanning hebben. Je hebt een hoogspanningslaboratorium in Arnhem. En dat is ook daar in de buurt van het Tennetgebouw, zeg maar. Waar die mast staat, wat je net gezien hebt, een paar seconden terug. En daar doen ze allemaal testen met hoogspanning. En nu gaat opeens de zon onder, opeens. Ja, hij is onder. Wow, jongens. Kijk dan, hij is net onder die bomen. Mijn camera wil vandaag gewoon helemaal niet meewerken. Maar in ieder geval, wij moeten daarheen, naar de loopgraven. Wow, ik kan... Wow... Nu merk ik het pas, hè. Ik heb mijn laptop niet aangehad. Ik begin een soort van spraakgebrek te krijgen. Kijk, daar heb je ze staan. Zie je dat? Daar staan ze. Ze zijn op het bord aan het kijken wat daar staat. En ik kan het alvast voor hun invullen. Daar staat op grafheuvel. Op dat ding, want daar staan ze nou bij. En daar op die grafheuvel heb ik een keer live meegemaakt dat er een Chinook geland is. Trouwens, nou we het over een geldkist hebben. Laatst vroeg iemand tegen mij, heb je wel eens een kluis gevonden in het bos? Nee, natuurlijk. Niet. Wie vindt er een kluis in het bos? Maar toen ben ik na gaan denken. En ik heb eens een keer daar
op dat punt, als mijn camera wil meewerken, waar die auto's nou rijden? Eén moment. Maar in ieder geval, daar is een weg. En daar heb ik een keer een opengebroken kluisje gevonden. Bij heel dicht in de buurt van die twee van die cirkels, graancirkels zeg maar, die ze gemaakt hebben. Waar dus de Chinook geland is, zeg maar. Het stikt hier trouwens van de luchtvaartverkeer. Zie je dat? Daar heb je de één. Wauw, er zit er één boven mij. Het is een KLM of niet? Ja, laatst... het is een Transavia volgens mij. Laatst stond daarop Emirates. Dat is volgens mij Dubai. Kijk, en als je nou een camera zou hebben van de 55-2000 mm, dan zou je die motor zou je gewoon echt zo groot in beeld zien. Dat is gewoon mijn lievelingscamera. Je weet wel hoe dat is met mij. Dus ik hoop dat ik ook nog zo'n ding ga bezitten. Dat is gewoon... hij ziet er ongeveer uit als een... Een EOS 600D, ja, maar ongeveer zo die vorm, zeg maar. Dus een redelijk professionele camera. Maar hij is dus 55, waarschijnlijk nu nog minder, 55, 2000 millimeter lens. Er zit gewoon een gigantische kop op. En dat zoombereik is echt gewoon zo gigantisch. Ik huil bijna nooit, maar toen was ik een keer in de studio. En toen zat ik aan de bier, Bora. Hè? En toen zag ik dit zoombereik en toen moest ik spontaan huilen. Gewoon spontaan zo. Dat ging gewoon alles maar door. En nu denk je van het stopt. Maar toen ging hij nog door met zoomen. En uiteindelijk dat je gewoon bijna geen adem meer kon krijgen. Toen ging hij nog gewoon, volgens mijn gevoel, een halve minuut lang door met zoomen. En toen had hij zijn focuspunt bereikt. En dat was gewoon helemaal scherp. Moest gewoon even eruit. Maar goed, kijk eventjes naar het luchtvaartverkeer. Wat ze gaan landen. Die kant is Amsterdam. Daar heb je de tank staan ergens. En dan moet hier ergens een mast zijn. Ik weet niet of ik die kan zien. Een antenne. Die moet waarschijnlijk daar ergens zijn bij die bomen. Nu werkt die wel mee. En daar moet je de Nederlandse schoenenboom hebben. Dus toets maar eens in. Tony Pino en dan schoenenboom. En dan zie je dat er gewoon allemaal kisten. Nike's. Van alles. De lege kistjes, zeg maar. Die hangen gewoon in een boom. En die boom die hangt gewoon helemaal vol met schoenen, zeg maar. Dat is gewoon... waarom ze dat daar gedaan hebben, weet ik niet. Er liggen maar twee blikjes bier bij, dus het kan de oorzaak van zijn. Maar het was gewoon een leuke video om een keer te maken. Ik had toen gewoon een hele lange wandeling gemaakt. Daar, zeg maar, over de basis heen, zeg maar. En toen was ik daar bij de wildobservatiepost in Sijsselt gaan kijken. Toen ben ik zo eruit gelopen. En dan gingen we altijd door dat enge stuk daar. En toen kwam ik ineens de schoenenboom tegen. Dat is een ander verhaal, maar ik hoop dat wij de loopgraven nog gaan redden. Anders zou ik morgen weer terug moeten. Dan gaan we gewoon morgen terug, weet je. Dan boeit me ook niks. Kijk dan, ze doen aan sport of niet? Ja, ze doen aan sport. Zie je dat? Die meneer van Daiko, zeg maar. Oh, is gevallen. Die heeft er ook gezegd altijd in zijn video. Want hij was een keer aan het lopen bij de waterzuivering. En dat Tony Pino altijd zegt dat die mensen aan sport doen, zeg maar. Of zoiets dergelijks. Dat vond ik wel echt een super grappig moment. Dus een shout-out naar Daiko. Echt wel tof dat je ook bij de waterzuivering bent geweest in Zaandam. En nogmaals, je hebt redelijk wat gemist. Want hoe moet je dat nog gaan uitleggen? Je hebt daar een hoog punt, zeg maar, met een soort van diepe krater heb je ook nog. De hondentrainer, zeg maar, van de politie, die is daar weggehaald in het bos. Dus dat is er niet meer. Ja, ik heb nog beelden van de oude waterzuivering. Dus je had eigenlijk een aantal maanden eerder moeten zijn. Dan had je waarschijnlijk de oude waterzuivering ook nog meegemaakt. En dan moet ik eventjes goed kijken hoe ik nou ga lopen. We zijn iets uit koers geraakt. Dat is nu al een heel stuk minder, want wij moeten helemaal daarheen. Maar je ziet het, we lopen daar. Maar ik weet dat daar een pad loopt naar die kant. Dus we kunnen ook gewoon dit pakken. Dat wordt dus waarschijnlijk vandaag... Nee, waarschijnlijk gaat het mij weer niet lukken. Ik had vroeger moeten zijn om naar die loopgraven te gaan filmen. Maar we komen gewoon morgen terug, weet je. Dat boeit mij dat. Nee, dat gaat me niet lukken. Maar ik loop gewoon even door. Maar goed, het gaat dus over die waterzuivering. Je hebt trouwens in die berg, eventjes aan Daiko zelf, heb je trouwens een deur zitten. Dus in die motten waar jij geweest bent. In die berg, zeg maar. Daar heb je een deur zitten met een oude waterpomp. En je ziet ook duidelijk dat nu de zon daaronder gaat. En daar baal ik eigenlijk wel van.
Dus ze gaan waarschijnlijk de loopgraven weer niet redden. Ik ga gewoon, morgen ga ik gewoon een stuk vroeger van huis. Oh, is een kuiltje. Hé, hey, wacht. Nu de zon onder is, kun je wel beter filmen opeens. Oh, ik wou eigenlijk bijna zeggen, na meer dan 2000 video's gemaakt te hebben, van daar kom ik nou pas achter, maar dat is niet zo. Oh, dat zou dan een hele late reactie zijn, hè? Ik heb... Wacht, heb ik nog 2000 video's op mijn kanaal staan? En volgens mij wel, of iets meer of zo. Dat is niet zo heel veel 2000, maar goed. Het is een 2 met een paar nullen erachter. Oh, G-man. Dat is echt gewoon niet normaal meer. Kijk, je hebt hier zo'n bosje, waar je ook duidelijk kan zien dat hier de zwijnen gelegen hebben. En hier zitten ook vaak van die piepende vogels in. Ik moet gewoon doorlopen, jongen. Ik wil gewoon die loopgraven redden. Maar ik weet gewoon dat ik het gewoon weer niet ga redden, hè. We hebben die loopgraven, daar hebben we blijkbaar meerdere pogingen voor nodig. Maar dat maakt niet uit. Oh man, het is hier best wel een mooi gebied. Eigenlijk helemaal rondom mij heen, daarachter heb je ook de Krilse Plas. Is eigenlijk bos, maar dit is een soort van heel vrij stuk. Ik heb laatst ook gehoord op een of andere Prepperkanaal dat Drenthe ook heel mooi moet zijn om daar te bivakkeren en door de bossen te lopen. Even kijken. En op dit stuk, ja, achter deze berkenboom, zeg maar, daar moet ik een beetje alert zijn, want hier zitten heel vaak zwijnen. Even kijken. Ja, dat is hier. Kijk, leuk boompje. Staat hij zo, ziet eruit. Ja, en als je hier gewoon... ja, er is ijs. Er is ijs, jongens. Kijk, het is 6 januari 2018 en er ligt gewoon ijs hier. Ja, de kids erachteraan, die hadden gelijk. Wow, nu beseffen we eigenlijk dat we dat hele stuk nog moeten teruglopen. We gaan verder. Oh, dat is altijd wel minder, hè? Als je beseft dat je dat hele stuk nog moet teruglopen. Daarom denk ik daar nooit aan. Ik doe gewoon mijn ding. Dat is altijd wel beter. Oh. Kijk even naar dat gebied hier. Zie je dat? Hoe dat eruit ziet. Ja, nu besef je pas hoe mooi Nederland is. Nou, eventjes even wat anders. Wow, ik merk echt aan mezelf dat ik mijn laptop niet aangehad heb. Het lijkt net of dat de persoon Tony Pino een totaal ander mens geworden is. Maar ik wou het eventjes gaan hebben over de loopgraven. Ik heb gezegd dat ik 2 loopgraven had. En dat klopt. Want ik heb 1 loopgraaf in de buurt van Renswoude. Dat is die diepe, die groene. En ik heb er eentje bij Montferland. Daar, zeg maar, op de Duits-Nederlandse grens. Maar... nu zijn we erachter gekomen, kijk naar die boom, dat we nog 2 andere loopgraven in ons systeem hebben staan. In Google Earth, zeg maar. Dus we hebben gewoon in totaal 4 loopgraven waar we dit jaar heen kunnen gaan. Dus dat is al een mooi vooruitzicht. Kijk eens naar die boom. Deze is ook op TV Gelderland geweest en nu film ik hem. Deze boom. Ik zal eventjes iets verder gaan staan. Dit is hem. Ziet er heel mooi uit. Je ziet ook dat het een beetje waait. En je ziet dat dit is onder nul. En meneer loopt gewoon in zijn open jasje. Zonder handschoenen. Zijn handen zijn helemaal rood. Het is een soort van ontgroening. Ik heb gewoon geen zin om die dingen mee te nemen. Ze liggen gewoon... als ik mijn deur uitga, dan liggen ze aan de rechterkant van de gang. En daar liggen ook altijd deze tas. Die tas neem ik altijd mee, maar ik verrek het om die handschoenen altijd mee te nemen. Hoe koud het ook is. Ik weet niet wat dat van eigenschap van mij is. Ik weet niet of dat een speciale mannelijke eigenschap is of zo. Ik moet ineens denken aan Boquito, maar goed. Boquito Blijdorp, wat is dit? Kijk eens wat we gevonden hebben. We hebben een soort van... ja, uitgegraven iets gevonden of zo. Daar heb je ook nog een boom, zie je? Hier heb je nog een boom. Daar heb je een vliegtuig, of niet? Kijk eens! Ja, waarschijnlijk is het een Tanzania of zoiets. Oh man. Moet je nagaan dat je daar nou in zit. Min 71 graden onder nul was het. Ik trok zo die cockpit los. Van die piloot. Toen ik een keer naar Italië ging vliegen. En toen zei ik, ja, hoe koud is het nou eigenlijk? Toen ging hij checken op zijn scherm. Hij zei, min 71 graden. Ik zei, oh, dat is koud als een koelkast. Toen moest hij lachen.
Hij wou nog net niet met zijn passagiers zo'n slice maken, maar je zag iets aan zijn ogen. Meer wil ik er eigenlijk niet over vertellen. We gaan hier even verder lopen. Het lijkt me echt mooi dat je hier zo zit in zo'n chinook van de militairen. Ja? En dat je dan achter zit met zo'n bootgeschut en had hij dan zo'n slice gemaakt. En als je dan zo uit dat ding kijkt en je ziet gewoon deze hele heide voorbij gaan. Dat lijkt me echt wel vet. Maar dat is een ander verhaal. Ik heb ze hier vaak genoeg zien vliegen. Je ziet het waait iets. Het is allemaal verdroogd. Kijk hoor. Zit daar nog iemand? Ja, er lopen mensen. Zie dat ze doen aan sport. Ja, kijk, hij heeft een beetje een camouflagekleur. Zie je dat, die man? Die andere die valt te veel op. Het kan zijn dat het een prepper is. Ik denk het niet. Wacht, we gaan eventjes hier lopen. Even een stuk verder. Ja. Oh, we zijn helemaal uit koers. We zijn helemaal uit koers. Kijk even de volgende video. Dan zie je dat ik vanaf dit stuk pad hier, zeg maar, dat ik daar begin te filmen. Want wij moeten eigenlijk helemaal die kant op.